Peter, de topper is 1-1 geworden. Voor het seizoen zouden sporters misschien wel tekenen voor die uitslag. Voor de winterstop zou je iemand voor gek verklaren als die dat mm -hmm. zou voorspellen. En nu ben je misschien tevreden of hoe zie jij dat? Nou, ik wil niet over tevreden praten, maar het is wel de realiteit. En ik vond het ook een terechte uitslag als je de hele wedstrijd hebt gezien. Wij waren niet in staat. Uh, om het Ajax veel moeilijker te maken dan dit. We hebben een bal op de lat nog gekopt. Maar zij hebben ook nog een paar goede kansen gehad. Dus uh, ik denk alles bij elkaar dat het wel een terechte uitslag was. Ja, ik wil even Mauro Junior uitlichten. Die kreeg weer een basisplaats van je op het middenveld. Nu staan we er niet meer van te kijken dat je uh, wisselt in de opstelling. Wat zijn zijn kwaliteiten dat hij daar zo goed heeft gedaan? En kan hij daar vaker spelen? Het nou, belangrijkste kwaliteit is dat het een, een winnaar is. En... Uh, hij richt zich op de linksbackpositie, voor zijn blessure speelde hij daar, um, maar omdat hij natuurlijk is opgeleid op het middenveld eigenlijk meer als een tien. De, en het is een hele slimme speler, ja, denk ik dat hij ook daar kan spelen op de acht positie. en dat heeft hij laten zien. En zijn winnaarsmentaliteit maakt dat hij niet opgaf en dat hij, ja, totdat hij uh, kramp kreeg, uh, bleef doorvoetballen. Nu wordt er heel veel gespeculeerd in de media. Maar wie ben jij nu voor een langere tijd wellicht kwijt? Wie wat minder lang en wie komen er weer terug? Ja, nou kijk, dat kramp dat had, dat had Mauro. Wat logisch is, hè, als je zo lang niet gevoetbald hebt en je moet opeens op het middenveld staan. En, en je hebt zijn karakter, dan kan dat gebeuren. Maar voor de rest was er niemand die uh, die kramp had. Soms hebben wel eens jongens dat ze net doen alsof ze kramp hebben. Dat ze even de tijd krijgen om iemand het veld in te laten komen. <laughs> en wij kunnen wisselen. He, dus dat, uh, dat ziet er dan erger uit dan dat het is. Um, het ziet er wel weer goed uit wat de blessures betreft. We krijgen vrijwel iedereen uh, terug. Degene die we morgen nog niet erbij zullen hebben, uh, dat zijn Noah, he, die dus langer eruit ligt, en Guus. En voor de rest uh, sluiten ze, als het goed is, allemaal aan. Dest ook. Ja. Nou, fijn, goed. Je heeft gewoon meegetraind vandaag, zonder problemen. Ja. Joey Veerman komt dus terug. Uh, hoe belangrijk is hij gebleken als we kijken naar de afgelopen periode? Ja, net zo belangrijk als al die anderen. <laughs> uh, en da da daarmee zeg ik eigenlijk niks negatiefs over Joey. Maar uh, Joey is een van die jongens die ons aan het voetballen brengt. Uh, en dus hebben we hem gemist. Uh, maar als je het hebt over een vleugelspits die creatief is, ja, dat mis je dan ook. Uh, He, dus Noah met zijn creativiteit, een Guus met zijn dieplopen, maar ook een Tilman, wat een hele complete speler is. Het mooie van PSV dit seizoen vond ik dat het allemaal op elkaar afgestemd was en het allemaal klopte. En als daar één radartje uit wegvalt, ja, dan kun je dat oplossen. Maar wanneer er twee, drie, vier radartjes wegvallen, ja, dan, uh, dan hebben we gezien dat het iets stroever iets loopt. En ik ben blij dat de jongens weer terug zijn. Ja, een radertje die er al wat langer uit is, is Bella Kotschap. Die heeft een schitterende goal gemaakt bij een Jong PSV. Zijn rentree ook weer gemaakt. Wat is jullie plan met hem nu? Nou, niet dat hij moet gaan scoren. <laughs> want daar hebben we hem niet voor gehaald. Uh, het, is het was inderdaad een prachtige goal, met links nog wel. Dus niet met zijn sterke been. Maar die jongen heeft er heel lang uitgelegen. Is aan zijn schouder geopereerd en is op de terugweg. Dus die moet nu wedstrijdminuten gaan maken. Nou, dat heeft hij afgelopen dinsdag gedaan. Dat gaat hij vanavond doen. Dan gaat hij weer spelen. Volgende week gaat hij spelen. En dan proberen we iedere keer hem wat meer minuten te geven. Zodat hij op een gegeven moment weer fit genoeg is om bij ons aan te sluiten. Mooi om te horen. Uh, zondag tegen Volendam. Uh, je staat tegen hoofdtrainer Rigilio Simons. Uh, zijn eerste klus als hoofdtrainer. Wat weet je van hem en van zijn type spel? Nou, ik heb vroeger tegen hem gevoetbald. Dat weet ik nog. Toen was hij zelf nog voetballer. Uh, als trainer weet ik er niet zoveel van. Uh, ik, 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 maar ik, ik zie natuurlijk wedstrijden van, uh, van Volendam. Voor Volendam is dit seizoen overleven. Ze moeten in de heren blijven. Uh, en in die zin spelen ze heel realistisch voetbal. Met, met veel mensen dicht bij elkaar uh, op de omschakeling. Uh, dus, dus dat is wat ik op dit moment zie. Maar zolang is hij nog niet bezig, hè, want uh, het team Jonk is nog niet zo heel lang uh, weg. Nou, verwacht je dan een hele andere wedstrijd dan in september tegenwoordig dan? Nou, in september is de uitslag heel klein geweest. 2-1 slechts. Na een hele lange tijd was dat ook weer een tegendoelpunt voor ons. Ik herinner me nog dat ik daar goed ziek van was. Maar die uitslag had veel groter moeten zijn, gezien het veldoverwicht en vooral de vele kansen die we hadden. Dus in die zin hebben we dat daar niet goed gedaan, dat we te weinig gescoord hebben. Ja, ik denk dat ze ook nu weer proberen heel dicht bij elkaar en compact te spelen. Maar tot nu en toe ben ik nog wel vaak verrast, want een heleboel ploegen, zeker na de winterstop, doen het toch iedere keer anders. En ja, dat weet je niet uh, hoe zij het weer tegen ons gaan doen.